Well, thank you, ladies and gentlemen. First quarter final, best of seven legs. First leg, it's Patrick throwing first. Game on. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is de 32e editie van de Dutch Open in Veldhoven. U kijkt naar de eerste kwartfinale. En daarin zien we 22. De eerste Nederlander bij de laatste acht. Het zijn er twee. Edwin Max komt zo dadelijk in actie. Patrick Loos. Hij neemt het op tegen Ross The Boss Montgomery. De schot. 41. Gezien de eerste beurt, het is ook voor natuurlijk de darters erg vroeg. 100. Maar het niveau zal ongetwijfeld verder stijgen. ...140 voor Patrick Loos, die duidelijk nog weinig camera-ervaring heeft. Omdat hij langs de verkeerde kant terugloopt. 60. De bedoeling is dat om dat via zeg maar de Ross Montgomery-route te doen, via de scheidsrechter, Jacques Nieuwlaat in dit geval. 28. En niet via de Loos-route, zeg maar. Want dan zien we niet wat Montgomery doet bij de eerste pijlen. Dat tekent een beetje de onervarenheid van Loos, die 100. Natuurlijk geen onbeschreven blad is. Hij won de Czech Open bijvoorbeeld in 2007 toen hij in de finale 29. van Mario Robbe won. Hij heeft een prachtig tot nu toernooi tot nu gespeeld, onder andere gewonnen van Tony O'Shea. Maar dat was allemaal op de vloer. Montgomery. 137. Goed weg, zet hem op 78 met Loos nog niet op een finish. 24. Rossi requires 78. Triple 18. Voor dubbel 12 zou het voor Montgomery moeten zijn. En tops voor Montgomery. Is en zo Ross Montgomery. De eerste leg. En second leg is aangeven richting Patrick Loos. Deze kant moet je langs. $140. Ja, belangrijker voor Loos dan welke kant hij langs moet is om echt in de wedstrijd te komen. Je ziet het staan, best of seven. Dat gaat om legs. Dus 100. Vier legs heeft gewonnen. Die heeft de partij op zijn naam geschreven en mag zich halve finalist noemen. 100. Daarin zal de winnaar van deze partij uitkomen tegen de winnaar van de wedstrijd hierna tussen Scott Waits en Paul Gibbs. 43. 60. Je ziet aan het gezicht van Loos, hoe kan het nou dat ik de afgelopen dagen zo goed heb staan spelen? En nu vandaag bij de laatste acht op het podium niet. 100. 9. Wat hij ook zoekt, hij mist ook 101. De grote vlakke Loos. En dat maakt het dus voor Montgomery alleen maar simpeler. Tops voor Ross the Boss. 81. Ja, kijk waar Loos op staat. 96. Roger requires 170 over. Dat is een finish. Maar Montgomery voor dubbel 10. En een 2-0 voorsprong in deze wedstrijd. Deze dubbel voor Ross Montgomery. Third leg is Patrick throwing first. En nu moet Loos dan echt daadwerkelijk komen. 30. 30. Loos speelt zijn darts in Zaandam.
135. En won met de laatste 16 van Scott Mitchell met 3-0. Ronde daarvoor 92. Met dezelfde cijfers van Dave Proosten. En dus al eerder van Tony O'Shea. Sixty. Eighty-one. 100. 140. 58. Roger required een 3-0 voorsprong met Loos op een finish al een hoge 85 voor Montgomery. Bullseye voor Montgomery. 60. En dan is dit een, ja, 161. Een desperate kans, maar die mist dan triple 19 reeds. 49. Roger required 25. Dubbel 8 voor Montgomery voor 3-0. Lijkt de wedstrijd gespeeld. Montgomery. Dan lijkt het toch afgelopen. Fourth flag is Ross. Vierde Montgomery zelf gaan beginnen. Die pijl beweegt nog naar beneden. Maar zal er niet uitvallen. Voor een score van 60. Sixty. 125. 41. 41 scoren voor Montgomery. Hier is wat mogelijk voor Patrick Loos. 45. 137. Triple 19 ook gevonden. 24. Ja, dan was er wat mogelijk voor Loos. Zeg maar na 6 darts. Na 6 darts later, voor beide mannen. Eerste voorsprong voor Montgomery. 137. De 66 voor de wedstrijd. 88, Roger requires 66. 66 voor Montgomery. Dubbel 18. En dubbel 9. Voor de wedstrijd. 48. Ja, Loos staat op 159, dat is geen finish. 49, Roger requires 18. Voor een 4-0 overwinning en een plaatsje in de halve finale op de 32e editie van de Dutch Open. En zo heeft hij al een paar wedstrijdpijlen niet gepakt. Deze pakt hij game shot. En zo wint hij and met 4-0. Ross Montgomery van Patrick Loos. En zien we dus Montgomery terug in de halve finale. Well, dan hebben we afscheid, jammer genoeg, van Patrick Loos. Patrick Loos.
And into the second round. Oh, sorry, the semifinals. Ladies and gentlemen, the boss. Come on, Ross Montgomery.